Volgens mij zijn we al een keertje per ongeluk geïnterviewd. Oh, dus, jullie zaten hiervoor toen, met die gravity, of niet? Nee, tijdens die storm. No. Toen liepen jullie over het dak. Ja, klopt. Oh, ja. Geïnspireerd zijn door de platenkast van jullie ouders. Oh. Oh. Ik denk, wat doet die caravan hier? Ja. Ah, daar zijn ze. Hey, jullie zijn er ook. Hey, kom verder. Je moet jezelf een beetje langs rollen, ik weet het ook. Kom nog ook. Hey man. Hey, goed man. Oh, ja, ik denk dat jij daar toch naast mij moet komen. Ja, ja. Nou, daar zijn we wel, jongens. Wil je wat drinken trouwens? Volgens mij zijn we al een keertje per ongeluk geïnterviewd. Oh, dus, jullie zaten hiervoor toen, met die gravity, of niet? Nee, tijdens die storm. No. Toen liepen jullie over het dak. Ja, klopt. Oh, ja. Zijn jullie bang voor de storm? Nee. Valt wel mee. Toen zei hij, nee, ze was bang voor, bla bla bla. En toen werd hij bijna de dijk afgeblazen. Jullie hebben wel goed geplakt hoor. Oké, de mannen van de Sanders spelen op vrijdag hier op het Kerkplein in Hoorn. Stel jullie zelf even voor. Wie zit er naast me? Ik ben Johan, ik ben de bassist van de Sanders. Johan. Ik ben Floris, ik ben een beetje de liedjeschrijver, gitarist, zanger en toetsenist. Dat is wel breed. Gitarist, zanger en toetsenist, dat tegelijkertijd? Ja, allemaal tegelijkertijd. Nee, dat is gewoon een beetje een liedje en een ander liedje. Ja, precies. Ja, ik ben Rens, ik ben de gitarist van de Sanders. Ik ben Tim en ik drum en ik schrijf ook een beetje af en toe mee. Oké, en jullie zijn begonnen in 2018, las ik. Ja, dat zou kunnen. Want hoe zijn jullie met elkaar in contact gekomen? Want er zijn twee broers. Wij zijn broers. Ja, jullie zijn broers. Dus, in principe Tim, die kennen we eigenlijk al ons hele leven. Dus die was altijd al bij. Geadopteerde broer. Geadopteerde broer, inderdaad. Brother from a different mother. Dus wij waren eigenlijk sowieso al bezig, gewoon met z'n allen. En toen, Rens die zit bij mij op school. Muziekopleiding. Dus die hebben we erbij gehaald. Omdat we nog een extra gitarist nodig hadden. Dus zo is het een beetje gestart eigenlijk. En dan lees ik dat jullie inspiratie ligt een beetje richting de hoek van John Lennon en de Beatles. Klopt, ja. Mag ik me dan zeg maar aannemen dat jullie geïnspireerd zijn door de platenkast van jullie ouders? Hallo. Hallo. Hey. Hey. Ik denk, wat doet die caravan hier? Helemaal leuk. Nou, succes. Dankjewel. Oké, doei. Ik lees dus jullie zijn geïnspireerd op muziek van John Lennon en de Beatles. En zijn jullie dan zeg maar geïnspireerd geraakt door de platenkast van jullie ouders of zo? Ja. Absoluut niet. Wat mee? Nee, helemaal niet zelfs. De ouders luisteren eigenlijk niet naar. Nee. Ze hebben er wel naar geluisterd, maar niet meer. Eigenlijk hebben wij nooit echt in huis muziek gedraaid. En wat is dan zeg maar, maakt jullie muziek dan zeg maar echt richting dan de Beatles en John Lennon? Nou, het valt eigenlijk wel zo mee. Tenminste, het begon heel erg met de Beatles en John Lennon en zo. Maar tijdens het maken van het album, wat wel 3 jaar heeft geduurd, toen op een gegeven moment luisterden wij helemaal niet meer naar dat soort dingen. Toen begonnen we veel meer naar jazz en zo te luisteren. Niet altijd de muzieksmaak is echt heel erg veranderd erdoorheen. Yeah. Dat is eigenlijk ook een beetje grappig, want het zijn heel vaak met die liedjes begonnen als gewoon Beatles liedjes eigenlijk. En dan zijn ze geschreven en dan was het alleen op een gitaartje. En dan later gingen we het helemaal afmaken, weet je wel, en de bas erbij en opnemen en zo. En in die periode hadden we ook veel meer invloeden van andere bands die we hadden. We hebben soms één liedje helemaal een beetje omgetoverd tot een bossa nova liedje. Oh, lachen! Ja. Yeah. Het is niet helemaal bossa nova, maar wel de bossa nova drums erbij en zo. Ja. En dan krijg je echt een beetje die mix, omdat we er zo lang mee bezig zijn geweest. En in die tijd hebben we zoveel verschillende muziek geluisterd, dat het allemaal een beetje samen is gekomen in de liedjes die we hebben gemaakt. En jullie zeggen dat jullie hebben 3 jaar over het opnemen van een album gedaan. Dat album dus is inmiddels al uitgekomen. Ja, klopt, die kan je gewoon luisteren. Ja, op Spotify eigenlijk overal op. Dus, oké, okay. En jullie hebben er 3 jaar over gedaan? Ja. Heeft dat te maken met corona of? Nee. Een soort writersblok hier en daar. Ja. Het was niet constant 3 jaar lang elke dag mee bezig zijn. Nee, het was gewoon een beetje de 1 keer in de zoveel tijd, dan was je er meer mee bezig dan de andere. Ja, net hoe je tijd er kon spenderen. Ja, vooral de zomers probeerden we eraan te werken en uiteindelijk dan merk je dat het veel moeilijker is dan je denkt om een album te maken. Ja. Dus het duurt dan sowieso al lang. Ja. Jullie spelen dan op de vrijdagavond?
Hoe laat weten jullie dat ook al? Ja. Ik weet het niet. Wacht, 8 uur. 8 uur. En daar spelen jullie veel van jullie werk, van jullie album. Ja, zeker. Hebben jullie dat album ook fysiek mee in jullie merch, of niet? Nee, we hebben geen fysiek album. Alles is gewoon online. Je hoort ook wel eens van bandjes, en zeker jonge jongens die zeggen van vinyl is te gek, weet je. We gaan wel een plaat drukken, maar eentje. Ja, een hele week. Eén plaat. Dus vrijdagavond, zijn jullie er inmiddels al een beetje klaar voor? Of wordt er nog stevig gerepeteerd om jullie live show? Vanavond gaan we gewoon weer repeteren. Vorige week hebben we gerepeteerd, dus we zijn nog wel bezig, maar we zijn er wel klaar voor. Wat kunnen mensen verwachten op het podium zien qua energie en qua live act? Ja, gewoon energie. We hebben al best wel meerdere optredens gedaan, dus we weten ondertussen wel een beetje hoe we een soort van goede energie in onze set zetten, zullen we zeggen. Als mensen jullie willen volgen, waar kunnen jullie dan volgen? Je had het al over Instagram? Ja, zeker. Ja, we hebben een Instagram. Dat is eigenlijk ons soort van hoofdding waar we echt alles bij houden en zo. Uh-huh. En verder. Ja, op Instagram ook gewoon zetten we gewoon altijd in de bio van wanneer het volgende optreden is en zo, weet je wel. Gewoon alle posts van alles wat we doen, eigenlijk alles. En verder gewoon Spotify en zo, gewoon luisteren naar de muziek. De Zanders, met een Z. Als je dat... Met een Z. Met een Z en een A, Zanders eigenlijk. Zanders. Ja, de Snoekbaars. De Snoekbaars, oké. Okay. Ja. Als je dat intuurt op Spotify, dan zie je meteen. En dan, als je ons volgt op Insta, dan kun je gewoon op de hoogte blijven. Precies. Dat zou ik dan gewoon eventjes doen. En als je helemaal benieuwd bent, vrijdagavond, 8 uur, Kerkplein. Ja, klopt. Lekker kijken. Ik sta daar, maar ik kom af en toe eventjes heen en weer hobbelen om even kijken hoe het is. Ja, top. Leuk dat jullie hier waren. Mochten jullie ooit in de storm op een dijk lopen, kijk uit dat je er niet vanaf laat. Ja, dat gaan we opletten dit keer. Dankjewel, mannen. Top, ja.